De voortdurende uitbreiding van de Technische Hogeschool in Delft heeft langzamerhand een complete stad doen ontstaan. Nu zijn ook de nieuwe gebouwen voor technische natuurkunde gereed gekomen. In de lokaliteiten voor practica staat al een kostbaar instrumentarium tot de beschikking van de studenten. De ouderejaars voltooien hun studie in een van de 14 werkgroepen. Momenteel is één groep bezig met onderzoek bij zeer lage temperaturen. Hier wordt vloeibare lucht van 170 graden onder nul tussen twee magneetpolen gegoten. Zuurstof en stikstof splitsen zich hier. Zuurstof blijft tussen de polen hangen, wat men kan constateren aan het fel verbranden van een kaars. Moderne zalen zijn er ook genoeg in dit complex. Al is dit maar een model, namelijk van het nieuwe Rotterdamse Concertgebouw, waarmee hier door de werkgroep akoestiek proeven worden genomen die voor de echte zaal van betekenis zullen zijn. In de collegezalen aangebrachte beeldbuizen maken het alle studenten mogelijk getoonde proeven te volgen. De afmetingen van de nieuwe gebouwen zijn enorm, hoewel nu al amper meer voldoende. Een verbindingsbrug loopt van de gebouwen van technische natuurkunde naar het collegezalengebouw, waarvan de omvang in overeenstemming is met het zeer hoge aantal der Delftse studenten. Architectonisch hoogtepunt van dit complex is de in kuipvorm geconstrueerde aula, die als een reusachtige schelp zijn functie van gehoorzaal uitdrukt. De hal met het trappenhuis laat, evenals de wandelgangen in het gebouw, een opmerkelijke combinatie van hout, beton en steen zien. Dit is een grote collegezaal voor 350 studenten die een goed overzicht hebben over het podium. En Delft zou Delft niet zijn als het licht niet met één druk van de vinger heel kunstig te regenen was. En dit is het interieur van de aula. Door leuningen in te klappen kunnen nog 100 mensen meer zitten dan de 1500 voor wie er zetels zijn. Zo groeit de Delftse Hogeschool tot een centrum van hoge technische opleiding dat van de grootste betekenis is voor ons land.